Silvolde heeft donderdagavond op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de 34-jarige Danny. Ruim 100 motorrijders namen samen met vrienden en familie afscheid van de jonge Silvoldenaar. De Achterhoeker kwam zaterdag om het leven bij een verkeersongeluk in de Duitse grensplaats Isselburg. De motorrijder uit Silvolde botste op een 93-jarige Duitse man in een elektrische rolstoel. Vanaf sportclub Silvolde trok een stoet mensen onder begeleiding van de motoren door het dorp naar Danny's huis om hem een laatste eer te bewijzen.